Oké. Dan gaan we op het volgende blaadje kijken. Aan de achterkant hebben jullie deze plaatjes. Ja, wij openen vandaag onze deuren. In eerste instantie is dit de week van de inburgering. Wij willen laten zien wat we allemaal doen. Niet alleen de taallessen, maar ook de dingen eromheen, zoals de praktijklessen, het open leercentrum. We hebben ook een pubquiz georganiseerd om te laten zien van wat voor soort vragen beantwoord moeten worden. Wij willen daarmee ook laten zien wat het vervolg op de inburgering is. Daarvoor hebben we de entreeopleiding en de educatielessen waarin taallessen worden verzorgd voor mensen die door de gemeente worden gestuurd. Wat is er vandaag bijvoorbeeld aan de gang? Op dit moment loopt er een pubquiz. Er zijn praktijklessen, dienstverlening en zorg. Lessen staatsexamen, lessen inburgering, alfabetisering. Er is uitleg over de methode Dichtlin en andere methodes. En er zijn lesbezoeken die gevolgd kunnen worden. Als u nou zelf zou eens moeten inburgen, hè? Zeg maar bijvoorbeeld in Mongolië. Mm-hmm. Hoe zou u het dan willen hebben? Ik wil bij de basis beginnen. Van de dingen die je het vaakst gebruikt in je directe omgeving. Ik zou zelf ook wel zelfstudie willen doen. Dus het open leercentrum spreekt mij aan. Maar ook zeker die praktijklessen. Want door dingen te doen, beklijft het beter. En ik denk dat ik dat zelf ook wel heel prettig zou vinden. Ja. Nou, wat wij vandaag in Almelo doen, dat doen wij morgen in Enschede. En woensdag in Hengelo. En donderdagmiddag sluiten wij af op de Gieterij, onze hoofdlocatie in Hengelo, waar wij een netwerkbijeenkomst hebben voor beleidsmedewerkers, geïnteresseerden. We hebben daar een aantal sprekers, maar waar we ook mee in gesprek gaan om de week af te ronden. We zijn appelflappen aan het bakken, kleine appelflapjes. Ja. En waar gaan die naartoe? Die worden uitgedeeld vandaag op deze open dag, zodat iedereen kan proeven wat wij hier gemaakt hebben. Hoe is de praktijk eigenlijk voor deze studenten? Hoe snel leren ze het? Dat ligt aan de persoon. Sommigen leren heel snel. Dat ligt ook aan de vooropleiding die ze in hun eigen land hebben gehad. Als ze daar hoog opgeleid zijn, gaat de taal vaak wat sneller. En als ze daar niet naar school zijn geweest, duurt het wat langer. Als mensen binnenkomen in Nederland, moeten ze dan deze opleiding volgen? De vluchtelingen die moeten eerst inderdaad inburgeren. Wat u in deze groep ziet zijn mensen die al ingeburgerd zijn en hun taal wat verder moeten verbeteren. Daar zitten zelfmelders bij die zelf graag willen, maar ook mensen die door de gemeente gestuurd worden.